Luisteren politici naar economen? Dat leek ons een prachtig thema voor de 65-jarige verjaardag van SIO Economisch Onderzoek. De voorvraag is, verstaan politici economen wel? En daarbij helpt het als er economen in de Tweede Kamer zitten. En de vraag is of dat zo is. Soms luistert de politiek best naar economen, maar in andere gevallen leggen ze de door economen aangereikte feiten, cijfers en inzichten ook naast zich neer. Is dat erg? Nou, misschien ook niet. Economen zijn niet democratisch gekozen en politici wel. Als politici in de ogen van kiezers fouten of domme beslissingen nemen, dan worden ze, als het goed is, daarvoor afgestraft. Maar om dat mechanisme goed te laten werken, is het wel nodig dat de gewichten die politici hangen aan al die verschillende zaken die ze meenemen in hun besluitvormingsproces, dus niet alleen economische inzichten, niet alleen economische efficiëntie, maar ook herverdeling, uitvoerbaarheid, draagvlak enzovoort. Als dat allemaal maar een expliciet gewicht heeft, zodat de kiezer weet wat heeft wel meegeteld in de beslissing en wat niet, dan werkt dat proces en dan is het niet erg dat politici niet altijd naar economen luisteren. Ja, ik hoor die klacht vaker, ook van collega-economen, wetenschappers waar ik mee spreek. Maar ik denk, ik draai vandaag een beetje de stelling om in het seminar hier voor de SIO. En ik zeg dat economen weinig van politiek begrijpen. Want politici moeten ook zoeken naar draagvlak voor voorstellen, moeten ook mensen overtuigen dat sommige plannen heel erg goed zijn. Daar heb je af en toe economische argumenten bij nodig, of economische wetenschap bij nodig, om mensen ervan te overtuigen dat het echt goed voor ze is als bijvoorbeeld iets als de AOW-leeftijd wordt verhoogd, of dat we het ontslagrecht versoepelen. Dat is vaak intuïtief heel moeilijk, omdat mensen daar eigenlijk tegen zijn. Ze voelen dat ze er niet mee eens zijn. Dus heb je al die argumenten nodig. En economen vergeten dat nog wel eens. Vergeten nog wel eens dat je ook een draagvlak nodig hebt, dat je moet overtuigen en dat je ook een meerderheid van het aantal zetels in de Tweede Kamer moet hebben om een voorstel ook tot wet te laten worden. En die kritiek heb ik vandaag een beetje op de economen, om die bal een beetje terug te kaatsen richting die wetenschappers. Politici hebben een andere verantwoordelijkheid dan economen. En die verantwoordelijkheid is om verkiezingen te winnen, om beleid te verkopen aan kiezers. En het blijkt eigenlijk uit internationaal onderzoek dat datgene wat economen goed beleid vinden, dat vaak moeilijk uit te leggen is aan kiezers. En we hadden altijd het idee dat bezuinigen moeilijk uit te leggen was aan kiezers. Het blijkt in moderne democratie juist andersom. Politici die zeggen wij zijn streng, wij bezuinigen, dat vinden kiezers fijn. Dan voelen ze zich veilig bij, dat begrijp ik ook. Ook al is dat economisch niet altijd helemaal verstandig. Dus in zekere zin is het heel anders dan wij een tijdje geleden dachten. Politici willen te veel bezuinigen, omdat kiezers dat leuk vinden om te horen.